Een bruil. Oh, oei, dat doe je ook niet vaak, hè? Dat is zeer zeldzaam dat je op schotel springt, hè? Ja, dat is ook zeldzaam. Hé, spinnenkoppie. Echt genoeg speelgoed voor je. Ho. Kom dan. Zo. Ja. Vrienden, een hele goede middag. Ik heb gisteren helaas vergeten weer af te sluiten. Ja, ik had zo druk. Als een klein baaszinnetje. Maar in ieder geval, we zijn weer beland bij een nieuwe vlog. Dus we gaan gewoon ongestoord verder. Dus ja, maakt niet uit. Het is wel nou hopeloos, triest weer. Ja, je moet je er ook weer aan kleden, weer een truitje aan eronder. En, ja, toch wel weer warme kleden. Het regent hier, het is niet fijn. Het is echt niet prettig. Goed zo, meisje. Breng je het straks ook weer terug als je ophoudt met spelen? Oh, wat geweldig. Oh, heerlijk. Maar in ieder geval, ik ga straks met Rijka lopen. De bedoeling is ook met zijn werkauto thuis. Ja, die zal ik me niet filmen, want dan maak ik reclame en ik word er niet voor betaald. Nee. Maar in ieder geval, hij zal dan ook straks alweer weggaan, want hij heeft die auto niet voor niks bij de deur. Ja. Hij was vanochtend ook even achter in zijn eigen tuin natuurlijk meer. Toen begon het te regenen, hè? En dan gaat het niet meer, hè? Nee. Hij zet een nieuwe schutting tegen mijn schutting aan. Nou ja, als je ziet wat voor een schutting dat is. Als ik mijn schutting weer weg zou halen, dan waait dat ding gelijk om. Ja, met de eerste wind. Dan heeft mijn klein zuchtje wind nodig en het legt al om. Het is een hele dunne spul. En dat timmert hij tegen mijn schuttingen vast. Nou ja, oké, moet hij weten. En dat is wel een schutting waar insecten op afkomen en spinnen in gaan nestelen en noem maar op. Nou, dat vind ik toch niet fijn. Nee, maar ja. Ik kan er moeilijk wat van zeggen, hè. Nee, het is zijn gebied en niet die van mij. Maar oké, ik wens jullie ook natuurlijk nog weer welkom bij deze vlog. En geniet van alles met wat jullie doen gaan. Want het zal wel door het hele land slecht weer wezen, heb ik het vermoeden. En ik doe mijn lange winterjas aan. Het regent gelukkig niet hard. Maar ik doe wel mijn lange jas aan. Want het is niet prettig als je zo drijf nat wordt. Hè? En dan vraagt er nog eentje. Ja, wat is er, Ewin? Ewin. Een bruil. Oei, dat doe je ook niet vaak, hè? Dat is zeer zeldzaam dat je op schotel springt, hè? Ja, dat is ook zeldzaam. Hé, spinnenkoppie. Ja, ik ben een klein spinnenkoppie. En kan dat weer daar? Ja! Ga je helemaal doen? Ga je je kont naar de kijkers toe keren? Dat staat je vrij. Dat is je zo'n mooi prinsesje was. Hé? Onze prinses Eowyn. Hé? Ja, je zegt Eowyn en dan schrijf je een E met een schuin streepje erboven. De W van Willem. De O van Otto, de I correct en de N van Nico. En dan spreek je uit als Ewin.
En dat is die prinses van de Lord of the Rings. Hé, hey, ja nou? Ja, daar is ze naar genoemd, deze kat. Wat deed die hè? Mevrouwtje moet opschieten. Ja, mevrouwtje moet opschieten. Want Rijka moet eruit. Nu ligt nou alles wel lekker te kluiven, maar daar moet ze er even nog wel uit. En dat alleen nog maar later. Ja, en vraag me niet hoe. Ik heb knallende hoofdpijn. Ja. En het komt aan mijn nek vandaan, want die doet ook zeer en wil me niet over. Onweer in de lucht zit er ook nog eens een keer. Ja. Of er een kat hier valt, dat weet ik niet. Nou ja. Maar oké, ik zal Eeuwin er weer afzetten en hup, zo. Ik denk afsluiten en ik zou zeggen tot straks. Ik neem jullie niet mee met die regen, want dat kent deze mobiel niet tegen. Dat rent ook nog, regen en tegen. Dus ja, ik zou zeggen tot straks maar weer. Ja toch, we gaan gewoon door met die banaan. Simpel. Ja, en ik weet dat Mirjam Eleveld, mijn Facebook-zusje, heel veel pijn aan haar ogen heeft. Ze heeft een ontsteking aan haar ogen. Ze ziet amper wat. Ze tranen, ze jeuken. Maar waar zij woont, zijn de medici's niet goed genoeg. De medicatie is niet goed. Had ze nou hier in Nederland gewoond, hadden ze er al langer van af geweest. Maar ja, dat is daar niet. Ik hoop dat die grenzen daar ook snel open mogen gaan en dat ze naar Nederland toe kunnen emigreren, want dat is haar wens. Ze wil naar Nederland toe. Nou ja, ze komt maar. Ja, maar eerst moeten die grenzen open en die vliegtuigen vanaf die kant weer mogen vliegen. Dat mag daar nog niet. Nee. Ze wachten dat daar, hun regering, mag ik het zo maar even noemen, want ik weet niet wat ze daar hebben. Dat die weer eventjes op televisie komt. En wanneer dat gaat geschieden, weet ik allemaal niet. Maar ja, oké. Ik blijf op de hoogte door haar en ze vertelt mij dat wel. En ik zeg nu, strakjes en we zien elkaar strakjes wel. Ja, simpel. Ik ga vandaag ook weer renderen, et cetera. Komt allemaal goed, zou zeggen. Tot straks. Doei doei! Ja, lieve vrienden, ik ben net weer in huis met Rijka. Het is koud, het regent iedere keer. Het is ja, niet leuk. Nee, geef mij de zon maar hoor. Ja, laat het 's nachts maar regenen. Dan hebben de boeren wat, dan hebben onze tuinen wat. Maar overdag mooi weer, dan hebben wij zelf als mens ook wat. Ja, want dat is echt, nou, blijkbaar herfst qua temperatuur. Ja, het gelukkig dat het niet waait, maar dan gaat het je door merg en been. Maar ik heb ondanks dat wel koude handen. Ik had mijn handschoen in principe wel aan mogen hebben, want ze doen me ook nou zeer. Maar ja, oké, ik heb dus een vlog al weer gerenderd en naar YouTube gebracht en ingepland voor andere week, de 14e. Ik heb een plaatje gemaakt. Dan moet ik even denken wat ik dan doorga. Moet ik even dat even minimaliseren. Dan ga ik die eventjes openen met foto's, want hij beweegt. Kijk, zomerdromen. En daar ga ik meer van maken, van zomerdromen. En dat maak ik aan elkaar vast als filmpje. En dan komt het ook weer op YouTube. Ja, leuk! En ik ben nog met een ander plaatje bezig. En dat is Wij zijn voor de gelijkheid van alle rassen. En steunen iedereen die hiernaar zoekt. Amen. Nou, dat wordt ook een bewegend plaatje. Ik heb een kaars erbij, kom er nog een vlammetje op en er komen nog vrijdagduisjes bij op. Ja, zeker weten, ja. En ze is wel lekker bezig. Hij heeft al wat op de bank neergesleept. En dan stond ze alweer bij de bak om te kijken van wat kan ik nog pakken. Hé, jonge dame? Ja, hé.
jong gedaan, hè? Jo. Hier en daar een blond haartje, hè? Ja, is hij ook zo mooi, hè? Ja, zeker. Hé, ga maar op de bank. Ga maar op de bank, ga maar spelen. Kom maar. Kom daar. Kom daar. Spelen. Echt genoeg speelgoed voor je. Ho. Kom daar. Kom daar. Kom daar. Ja. Goed zo. Ja. En hè, bonk om te kluiven, hè? Ja. Lekker ding. Ja, je piepertje heeft er al los in gedaan. Die is eruit en die doet het niet meer. Die zit nou los erin. Nou ja, lekker belangrijk. Ja, ik ga zo meteen eventjes een plaatje afmaken en dan met eten naar de gang voor de dieren en daarna ikzelf. Ja, al heb ik helemaal geen zin, hier zal dat moeten. Ja. Oh, het is echt gewoon pijn. Nou, ik kan de pret niet drukken. Ik wens in ieder geval jullie allemaal wel een hele lekkere, ja, wat moet ik zeggen, eten, ja, smakelijk eten. En heb lol, ja, heb ik ook in mijn leven. En voor vanavond, nou ja, geniet van alles. Het is donderdag, dus ja, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En wees lief voor elkaar. Ja, meer kan ik er niet van maken. Ben je alleen en hey, alleen naar diertjes, ja, dan moet jij ook lief zijn voor je diertje. Dan krijg je ook liefde terug. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. En omarm ze. Ja, heerlijk, heerlijk die diertjes. En ik had altijd zo heerlijk met me meegewezen met Rijka. Lekker meegewandeld, de hele route. Nou, hartstikke leuk. Ja, en ik had vanmiddag eerder dat ik ook met Rijka ging, heb ik nog twee personen gezien. Die weer aan het, hoe heet dat, magneetvissen waren. Maar die waren bezig snel op te ruimen, want het begon te spoelen. Nou ja. Je wordt toch al wel nat door al dat water, want eentje had zo'n heel pak aan dat die in de kanaal kon staan, in de gracht. Maar ja, het is niet leuk om met dat slechte weer iets activiteit te doen buiten, nee. Dus die gingen weer lekker naar de warme kachel of weet ik veel, in ieder geval een warm huis. Want in huis is het sowieso nog warm door de zon. Ik heb de kachel ook nou niet aan. Hé, kan dat? Ja nou? Joi, goed, dikkie man. Dus ja, dat was, het was diezelfde man ook die sieraden maakte. Ik zeg, ik heb wat van je nodig. Ik zeg, ik moet wat van je kopen. Ja, want Corrie is ook binnenkort jarig. Die oudere dame. Ja, eerst komt mijn mannetje zondag, dat is de 7e. Nou, dan maandag 8, dinsdag 9, woensdag is het de 10e en dan is Corrie jarig. Nou, ik wil van tevoren eigenlijk wat opgestuurd hebben. Maar ja, of dat lukken gaat, dat weet ik niet. Maar ja, oké, doet het nou ook niet toe. Als het niet lukt, heb ik ook pech, dan krijgt ze het wel wanneer ze hier weer komt. En dan stuur ik het achteraf nog naar de toe. Ja, ik moet mijn armbandje die ik van de red gehad ook laten maken. Want mijn hartje is er afgevallen. Ja, daar staat haar naam in aan de ene kant. Ja, zij heeft Jack erin laten graveren. Dat staat aan die kant, maar dat kan je niet zien. En aan deze kant staat Corrie. Heb ik weer laten doen. Maar ja, dat moet even gemaakt worden. Ik heb wel dat ringetje gezien die er aan zit, waar die aan moet. Maar dan moet ik hem afdoen, maar dan krijg ik hem niet meer om. Dus ik doe het zelf maar niet. Nee, dan krijg ik hem niet meer om en dan moet bij mij strak ook zitten. Dus ik heb hem op een nieuw vaccinelichtje leggen van dat blauwe beeldje hier al. Hier al, huppata, daar legt hij in. En dat moet ik gewoon naar mijn maatje brengen.
die maakt dat dan wel weer. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze en we spreken elkaar wel weer. En is het vandaag niet, dan is het toch gewoon weer aan de andere kant van de nacht. Ja. Dus, je weet het maar nooit met deze gek. Nee. Ja, er is er al eentje geweest. Volgens mij is dat nog een kind, ik weet het niet. Die had een Engels woord erbij. En dat betekende gerookt of zo. Nou, ik ben niet gerookt hoor. Ja, had het over een gekke, dan een Engels woord en dan een heks. Ja, dat ik gek ben, weet ik. Maar weet jij de betekenis ervan? Nee. En een heks, ja, ben ik ook. Want ik hou van zwart en ik hou van wit en ik hou van paars. En kijk, ik heb een pentagram om. Nou. Ja. Zien jullie hem? Ja. Nou, dat heeft met heks te maken. Maar ik ben wel de goede heks. Ja. Een goede gekke heks. Mag nou eenmaal ook graag gek doen. Maar weet jij de betekenis van het woordje gek? Denk van niet. Maar ik wel. Ja. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet ze en we spreken elkaar weer. Doei!